Kijk naar je spreek over het jaar van 2012. Oh, dat is een heel goed idee, Ruud. Ik heb net tijd, ik had geen files vandaag en ik ben eigenlijk heel nieuwsgierig naar wat je ervan vindt. Oké. Okay. Zullen we Rian opzoeken, die zou doorheen gaan? Ja. Gaan wij naar Rian toe. Ja. Ja, Ruud en Rian, mijn vraag is eigenlijk heel simpel. Jullie hebben het jaarplan van dichterbij de Johan van Kuik gehad. En ik ben eigenlijk reuze benieuwd naar wat jullie ervan vinden. Ja, ik heb niet alles gelezen. Maar wat ik heb gelezen, dat was goed en het was ook duidelijk. Ook namens studenten denk ik dat het ook zeker de moeite waard is om het jaarplan een keer flink door te lezen. En anders even met wat hulp erbij. Ja, ik ben het helemaal met hem eens. Ik heb het wel helemaal gelezen. Maar door het weglaten van alle moeilijke vaktermen en afkortingen, dan is het ook uitnodigend en makkelijk leesbaar. Ook voor familieleden en cliënten zelf die er niet op de hoogte zijn van alle vaktaal. Als jullie dan beide zeggen, dan vind ik dat eigenlijk een heel mooi compliment. We hebben het ook geprobeerd om het netjes te schrijven. Dus wat dat betreft, bedankt voor dat compliment. Okay. Maar Ruud, wat heb je precies gelezen en wat vond je er dan van? Nou, ik heb niet echt alles gelezen, zoals de geldzaken en wat over personeel ging, daar heb ik al een beetje overgeslagen, want dat gaat me niet echt aan, maar wat ik heb gelezen voor cliënten, dat is ook best goed. Prima. En zijn wij echt van plan om de goede dingen te gaan doen? Ik denk het wel. Ja? Ik denk dat je het ook naar de cliënten uit toch wel herkenbaar maakt. Ja. En welke punten heb je daarbij echt onthouden? De cliënt centraal laten ze stellen. Ja. Dus onder andere eigen boodschap laten doen als ze dat kunnen en dat het goed zijn dan meekijken of het gaat. Ja. Dat soort dingen allemaal. We hebben ook geschreven zeg maar, over medezeggenschap. Mm-hmm. Heb je dat ook gelezen als schrift? Niet echt. Nee. En jij, Rian? Nou, ik vond het stukje vooral over eigen regie laten bepalen en daarin ondersteunen, is gewoon een uitdaging. Ik vind dat iets. Wij zijn zelf met het project Mail bezig en daar komt er ook in voor. Je hebt te maken met meerdere groepen mensen als voorheen en instanties. En ja, dat is wel wennen. Maar het is ook een uitdaging en ja, het is ook gewoon leuk om te doen. En wat er dan in stond ook van. Want in feite. Je ondersteunt cliënten om zich te ontplooien, maar eigenlijk moeten wij ons ontplooien en zeker met de nieuwe gang van zaken. Van dan is het soms ook best wel prettig dat je know-how hebt en eventueel een cursus volgen, zoals nou ook de mogelijkheid dadelijk is volgens het jaarplan. Maar in ieder geval dat je de mogelijkheid hebt om aangepaste informatie te krijgen en cursussen te volgen. Ja, het is inderdaad wel zo, Rian, wat je zegt. Dat hebben we ook in het jaarplan geschreven. Er komen andere tijden aan. We zullen allemaal een beetje moeten gaan wennen. Maar ik denk ook, als we allemaal de schouders er goed onder zetten, dan moeten we een heel eind kunnen komen. Ja, maar vooral ook omdat je een andere doelgroep, dus mensen uit andere doelgroepen krijgt, denk ik dat het dadelijk best vraag is om een soort bijscholing en informatie. Nieuwe vragen, nieuwe uitdagingen. Maar ja, ik heb nog wel een lastige vraag. Ik moet dit plan nog gaan voorleggen aan de regioraad en de OR. Wat denk jij, Ruud? Denk je dat het daar goed ontvangen gaat worden? Moet ik me daar druk over maken? Nee, ik denk het niet, hoor. Ik denk dat het ook wel goed gaat. Daar ben ik wel zeker van. Prima. Maar wij zijn positief. We hopen dat heel veel cliënten en heel veel ouders-verwanten en eigenlijk alle medewerkers het jaarplan goed lezen. Ja, hoop ik wel. Ja. Bedankt. Okay. Ik ga weer verder. Okay. Tot ziens. Nou, Ruud, bedankt. Ja, Peter, jou ook bedankt. Ik ben blij met je mening. Ja. En wij spreken elkaar weer wel. Wij spreken elkaar. Tot ziens. Doei. Daag.